vanavond dus Tim Hofman. Tim, fijn dat je er weer eens bent. Ja, vind je leuk? Ja, dat vind ik hartstikke leuk. Jij wil het hebben over het ultraconservatieve CPAC-congres in Boedapest. Ja. Waar Wilders morgen als eregast te zien zal zijn. Als eregast, ja. Wat wil je daarover vertellen? Nou, het is een fascinerend... Nou, fascinerend. Ja, laten we het fascinerend noemen. Fascinerende bijeenkomst. De CPAC, dat staat voor Conservative Political Action Conference. En dat is eigenlijk een grote gathering. Een beetje de trots van Orbán, de president van Hongarije, waar heel veel ultra, moet ik echt zeggen, ultra-conservatieve opiniemakers en politici samenkomen. En die gaan dan in grote getalen met elkaar vertellen aan elkaar dat de genderdiscussie stom is en asiel en immigratie is stom, globalisme is stom, de EU is stom. Heel veel dingen zijn heel stom. Mm. Wat ze ook veel stom vinden is woke. Ze noemen het ook een no-woke zone. Ja. Wat woke is volgens hen is natuurlijk alles wat volgens hen niet stom is. En Wilders mag wel komen, maar journalisten bijvoorbeeld niet. Nee. Want die zijn te woke. En dat is geen grap. Er zijn echt journalisten die aanvraag hebben gedaan. Ook Nederlandse nieuwsmedia. En die kregen een briefje terug. Sorry, u bent te woke, u mag niet komen. Ja. Dat is, wij hebben toevallig contact met een Nederlandse journalist die toch die kant op is gegaan. Ondanks, Rink Rutte, daar ben jij. Goedenavond. Hallo, goedenavond. Een afwijzing, denk ik, hè? Je hebt ook geprobeerd om binnen te komen. Ja, en ik heb ook zo'n brief ontvangen. Ik werd ook te woke bevonden. En ik kreeg nog te horen dat ik misschien in de tussentijd mijn best kon doen voor de volgende conferentie om minder woke te worden. Maar voor deze conferentie zat het er niet in. Ja, je denkt, je gaat toch. Je komt altijd mensen tegen in de marge van zo'n conferentie. En je hoopt natuurlijk dat er nog iemand is die met de hand over het hart strijkt. Maar dat zat er niet in. Ik heb het gevraagd aan het hoofd communicatie, die liep daar rond. Eerst zat het te vol, toen was het een privé aangelegenheid. En uiteindelijk kwam de beveiliging erbij kijken en die vertelde me dat ik daar toch echt niet mocht rondlopen, want dat was niet de bedoeling. Nee, je bent niet binnen geweest, maar er was wel een livestream te volgen. Dat heb jij wel gedaan. Wat heb je zo al gehoord wat daar gezegd wordt? Ja, het eigenaardige was dat het ging eigenlijk precies over de dingen die Tim aan tafel al noemt. Terwijl ik daar niet binnen mocht komen en heel veel andere journalisten ook de deur werd gewezen, ging het daar over hoe deze mensen zich onderdrukt voelen en het idee hebben dat ze hun mening niet mogen uiten. Het ging over gender, over een oorlog die de elites vanuit Washington en Brussel aankondigen. Ja, ik kan het eigenlijk niet anders omschrijven dan als oorlogsretoriek. Ja, en dan is Wilders morgen dus eregast. En het is vrij heftige taal, hè, die daar is uitgesproken. Wat verwacht je daarvan? Ja, Wilders heeft tot nu toe best natuurlijk een vrijgeleide gekregen in de formatie om bijvoorbeeld op X, op Twitter, van zich te laten horen. En dan zijn zijn formatiepartners daar steeds best wel vrij in geweest. Kijk, het verschil is wel dat hij hier ook een lijn zal moeten vinden waarbij die mensen niet te veel voor het hoofd stoot, maar ja, ook wel geeft aan de bezoekers waar ze op hopen. En dan is het wel goed om te bedenken dat eigenlijk als je de berichten van Wilders op X van de laatste tijd naast elkaar zet, ja, dan is hij in dit gezelschap bijna een doetje. Dan is het echt een hele milde spreker als je het hoort wat andere sprekers hier allemaal doen. Ja, wat ga jij daar nog doen? Want je hebt, morgen is nog een dag. Nog een poging wagen, of ik ga weer een poging wagen om binnen te komen. En wat je wel merkt, is dat ja, er lopen toch ook een hoop mensen rond die wel willen praten, die het graag uit de doeken willen doen, wat zij allemaal zien, of wat er mis is met links, wat ze allemaal voor problemen zien. Nou ja, die kan ik altijd opvangen, die kan ik spreken, dat is toch nuttig. Ja. En ja, ik ga wel weer een poging wagen. En ik moet zeggen dat wat ik vandaag ook zag, dat wel heel nuttig was. Ja, het meest spectaculaire zat wel echt in de speeches. Ik heb ze allemaal in een koffiebarretje om de hoek moeten kijken. Als er iets was dat er voor mij boven uitsprong, was dat eigenlijk de toespraak niet van Geert Wilders, maar van een andere Nederlandse vertegenwoordiger, van Eva Vlaardingenbroek. Die had vandaag het podium. Ja, we gaan even kijken naar haar. Dutch national disgrace and dubbed climate pope Frans Timmermans already stated in 2015 that diversity is humanity's destiny and that Europe will be diverse. And of course, by now, I think we all know what they mean with the word diversity. It means less white people, less of you. Oh. Dat rijd je dus, Rick. Dank je wel. Heel veel succes morgen. Dank je wel. Niet te geloven, toch?
Hè? Is toch niet te geloven? Nou ja, eigenlijk wel. Ja, helaas. Ja, het is ontzettend aan de hand, toch? Ja, ja, precies. En ja, jij noemde het net stom, dat ze van alles nog wat stom vinden. Maar het gaat wel een stukje verder. Het gaat veel verder. Ik noem het fascinerend. Je kan het ook fascisme noemen. Ja, precies. Dit is toch absurd dat... Ja, nou ja. Ja. En ja... Wil je er nog wat over zeggen, Charles? Nou ja, het is bijna lachwekkend omdat het zo gek is. Maar het is daar, je stelt je voor dat daar een hele zaal met gelijkgestemde mensen... aan het zeggen is. Ja, maar is. Gelijkgestemd, moeten we even bijzeggen... en mensen met heel veel invloed en macht. Ja. Heel veel mensen met heel veel volgers, met politieke macht. Het is niet zomaar een zaaltje wat zegt... nou, we komen even gezellig bij elkaar, koppen bij elkaar... en we hebben het leuk een middag. Wat hij ook net en zegt. En dit is niet alleen Hongarije. Dit is ook CPEC, organiseren ze ook in Amerika. Ik was daar vorig jaar en dan zie je ook dat daar eigenlijk vooral gelijkgestemden in de zaal zitten. En ja, mensen die het vooral met elkaar eens zijn. Mm-hmm. En dat ja, willen vergroten. Maar als je, ik ben optimist en denk altijd, we boeken vooruitgang als het gaat om beschaving. Om mensen tolerant te zijn ten opzichte van mensen. Ongeacht hun afkomst, wie ze zijn, wat ze zijn. En we hebben er ontzettend veel winst mee geboekt de afgelopen 50, 100 jaar. Onvoorstelbaar. Dit is gewoon de weg terug. Ja. We nemen nu afstand van dingen, beschaafde verworvenheden die we met z'n allen hebben op dit terrein. Wat er ook even weer gezegd wordt en wat we misschien nog verder te horen krijgen. Ik vind het echt shocking. Het snijdt je echt door je ziel dat we puur qua beschaving gewoon een stap terug doen. Dat had ik niet verwacht. Ik vind het helemaal niet meer shocking. Dat is denk ik een beetje het probleem. Ja, nee, okay. Dit zien we al 20 jaar, dag in, dag uit. Het wordt toch steeds erger. Toch de dingen die... volgens mij bereikt het iets meer de oppervlakte in het politieke speelveld. Maar ik denk, hier zitten volgens mij twee mediamakers aan tafel... Die al heel lang zeggen dat dit speelt. En dat dit heel gevaarlijk is. En dat het heel gevaarlijk is. En in het begin, op het moment dat je iemand bijvoorbeeld een racist noemde... of zegt dit is racistisch, of dit is de omvolkingstheorie die je aanhangt... werd er heel snel gezegd van, nou, zo'n vaart zal het niet lopen. Et voilà, zo'n vaart zal het dus letterlijk is. Ja, er wordt hier een overtonvenster verschoven. Het midden wordt, dit wordt steeds normaler. Van de week zei een toonbeeld is dat GroenLinks PvdA van de week zei... we willen met het midden regeren met de VVD. En de VVD was 25 jaar geleden een rechtse partij. Dat is het nog steeds, maar we zien dat nu als het midden... omdat dit de grenzen zo verrekt. Maar dit zijn ook mensen die zeggen, links cancelt ons. Nou, wie is hier nu aan het cancelen als je dit verhaal hoort? Ja. Hallo, is het toch precies omgekeerd?